En net zoals alle dagen van het jaar zijn er duizenden duiven op de Dam. En ook staan er vandaag vier levende standbeelden. Eén met een grote bijl, één met een zeis, één met een wolvenpak en Superman staan ertussen. Het is druilerig en daardoor ziet het er een beetje treurig uit. Maar ja, ondanks dat willen er toch altijd wel weer toeristen met deze mensen op de foto. Superfoto! Kom op! Is die leuk geworden? Even kijken, de foto. Ja, ik vind hem heel mooi. Misschien jullie zijn op de foto met... Wat is het eigenlijk? Dit is een levend standbeeld. Een horror persoon, denk ik. Was je niet iets uit Star Wars of zo? Nou, kijk eens goed. Weet ik veel. Een ventje met een bijl. Een dagje uit van school en dan op de foto met zo'n rare mannetje. Ja. Want dan is dat is het bewijs dat je echt in Amsterdam geweest bent. Ja. Ik vind het eng. Wat zeg je? Dat ik hem eng vind. Dat is ook de bedoeling natuurlijk dat hij eng is, hè? Ja, dat denk ik ook. Nou, het is wel gelukt. Iedereen is bang voor hem. Hebben jullie al geld betaald? Ja, we hebben nog geld gegeven, hoor. Foto, yes. Maar een super foto, oké? Kom hoor. Mag ik even iets vragen? Sorry, mijn aspliku. Speak Romina. U spreekt alleen Roemeens. Oké. Okay. Is the business going well? Yes. How much do you earn a day? 20 euro 30. Tussen de 20 en 30 euro. Depende. Today nothing. Today no tourist. Look. It's normal working, understand? This is one working. No have andere working. Het is een gewone baan om hier te staan. This is normal working for you. Every day. Yeah, elke dag. Every day, yeah. Every day working. No tap tarap, no andere problem. Here working. What is the problem? Dat is mijn vraag ook aan u. Wat is uw probleem? Ja, ja. Wat? Waarom? In de hoek van de Dam een ander dagelijks verschijnsel, de paardentaxi. Jazeker. U kijkt dagelijks uit op die levende standbeelden. Hoe gaat dat? Ik zie ze elke dag. En ik vind het geen verfraaiing, voegt niks toe aan de stad. Het is een jurk van de feestwinkel en het zijn geen standbeelden. En hoe gaan ze om met de toeristen waar u het ook van moet hebben? Ik vind ze heel erg opdringerig. Is dat zo? Ja. Tegen de klanten. Waar blijkt dat uit dan? Nou, dan lokken ze je naar je toe van kom maar een foto. En dan wijzen ze de hele tijd naar het bakje van betalen, betalen, betalen. Daar hou ik niet zo van. Ik kijk er natuurlijk heel vaak naar. Ik vind ze niet leuk. Wij hebben een ontheffing voor de koets. Ja, ik zie het hierop, het staat erop, hè? En we moeten vergunningen betalen per koets voor de standplaats. Vergunningen voor de koetsier. Hij heeft een prachtige hoed op. Ik zou zeggen, pak een kratje en ga ernaast staan. Hè? Ja, heb ik één keer gedaan voor de grap. Ben ik even op een krukje gaan staan hier met een hoed. En direct kreeg ik 1 euro in mijn hand van een mevrouw. Ze zei dat ik het mocht houden, dus dat was wel grappig. Zo makkelijk is het. Ja, zo makkelijk is het. 1 keer uitgeprobeerd. Ja. Niks vergunningen? Nee. Geen ontheffing nodig? Nee, wel een euro. Ja. Hey, you come on. Hello. Andy, that's are you. Hey, you come. Box. Come on. One super foto, yes, come on. Foto, normal money. 50 cent, 1 euro. Ze zijn op de foto gegaan, maar they didn't pay you. Ze hebben niet betaald. No pay. Go. What do you think of that? Wat denk je ervan? No character, understand? No character. Normaal, pay 50 cent, 1 euro. Okay. Mensen die niet betalen hebben geen karakter. No pizzale, no pizzale. Frank Buijs is ook elke dag op de Dam te vinden als stadsjournalist voor AT5, cameraman. Ja, klopt. Je hebt al heel wat gezien wat er gebeurt rondom die levende standbeelden. Hè? Ja, ik heb wel gezien dat ze vervelend bezig zijn. Wat doen ze dan? Als je op al die dekseltjes kijkt van die gasten, ze hebben allemaal een 2 euro muntje, die blijft erop liggen. Dus dat is zeg maar voor de toerist die langsloopt, zeg maar, misschien de clue om 2 euro te moeten betalen. Dus ze leggen dan een dubbeltje of 20 cent neer. Ja, en dat pikken die standbeelden, die willen 2 euro hebben. Maar goed, er zitten echt zakkenrollers onder die jongens. Dat heb ik zelf ook, ik heb er zelf eentje hier gepakt ook op heet de daad. Hoezo, wat gebeurt er dan? Die man van onderuit zijn accordeon rolde die een oude man van 72, geloof ik. En dat zag ik. Dus die overlast waarvan sprake is, die is er echt wel? Ja, die is er echt. Dat klopt wel. Het zijn niet allemaal boeven. Maar en ze stelen hier ook gewoon het eten hier bij Albert Heijn. Dat gebeurt ook regelmatig. Moet je kijken, dat is toch geen standbeeld. Dus je trekt een zwart doek over je heen en je gaat staan op de Dam. Dus ik vind het ook geen poren. Moet je kijken, Barcelona, de Ramblas. Ja, vandaag ziet het er al helemaal treurig uit met het weer. Ja, ja, ja. Maar blijkbaar, toeristen betalen er wel voor. Ja, ja, ze betalen het, maar dat gaat achter elkaar door hier. Gaat er weer een bij de zeis? Ja, je hoeft maar een paar minuten te staan en je ziet toch dat ze constant geld krijgen. En dan zeggen ze wel, want ik praat wel eens met ze van, wat maak je nou op een dag? Dan zegt hij, ja, 35 euro. Nou, ik geloof er niks van. Veel meer. Dat loopt in een paar honderd, ja.
Maar het is niet dat het een georganiseerde band is. Ze staan toch allemaal voor elkaar, hoor. Het is niet zo dat er één baas zoveel procent opstrijkt van de opbrengst. Dat is, nee, want dat is het, inderdaad het verhaal, maar ja, uit jouw ervaring op de dak is dat... Nee, dat is absoluut niet waar. Dat is 100, kan ik met 100% ontkrachten, die berichten. Maar dat de toeristen last van hebben soms, dat is dan weer wel waar. De toeristen, ja, en wij Amsterdammers, hoor. Er zitten standbeelden tussen, hij staat er nou niet, dat is ook een superman. En die zoekt gewoon kinderen uit die hier rondlopen. En die pakt hij vast en die zet hij in zijn armen. En daarna verplicht hij de moeder om daarvoor te betalen. Ja, het is zelfs een vorm van aanranding dat. Ja, niks een redder in nood. Oh, een dief. Je pakt zomaar kinderen op en, ja. en verplicht je de moeder om te betalen. Ja, zo werkt het niet. Een foto, yes. Een super foto, oké? Okay? Come on.